Waar hebben jullie het meeste zin in met 3 oktober? Ik heb zin in de kermis gewoon. Nee, ik moet werken de dag ervoor en de dag daarna ook. Lekker de stad in, een beetje feest vieren. Misschien even langs de kermis. Suipen. Naar school. Naar school? Jullie gaan niet naar de kermis? Nee, wij wonen in Katwijk. Lekker over de kermis heen lopen, een paar taxis pakken, heel veel oliebollen eten en s'avonds lekker met z'n allen hutspot eten. Raampjes langs gaan. Ja. Ja. Ik woon niet hier, anders had ik wel een keer willen komen kijken, maar het gaat niet lukken dit jaar. Met alle mensen in Leiden. S'avonds gezellig, met z'n allen gewoon chillen. Wat betekent 3 oktober nou voor jullie twee? Voor mij is het wel eigenlijk een soort van traditie. Gezelligheid. Ja. Vooral dat. 3 oktober betekent voor mij zuipen. Meestal is het wel elk jaar eventjes langs de kraampjes, poffertjes. Het Leids ontzet, dus de geschiedenis van Leiden vind ik heel mooi. En gewoon feest in de stad. Gezelligheid. 3 oktober, dat is een feest. Voor mij, voor elke Leidenaar is dat eigenlijk. Dat is eigenlijk het grootste feest van wat er ooit gevierd wordt in Nederland. Dus ik ben nu 18, ik kom al 16 jaar hier. Dus als ik een jaartje zou missen, zou ik het wel jammer vinden. En nu de quizvraag. Weten jullie waar het ontzet vandaan komt? Ja. Van de bezetting van de Spanjaarden. Dat Leiden bevrijd is van de Spanjaarden. Ja, we hebben toevallig woensdag hebben geschiedenis gehad over 3 oktober. En met een Nederlandse waar komt het nou vandaan? Ja, het heeft iets met de geuzen te maken toch of zo. Gast. Ah ja, de Spanjaarden, ja, dat klopt. Ja, nee, meer weet veel ik meer niet. Zou ik niet weten. Met de watergeuzen erbij en zo, ja. Ja. Toen werden we bevrijd. En toen kwam Sint Joppenszoon, die kwam met een grote pot met hutspot aan. En zei, kijk eens jongens, ze zijn gevlucht, teringleiers. En we gaan er nou wat, we hebben weer te eten. Er is weer van alles en nog wat. En toen kwamen de geuzen met haring en wittebrood kwamen we binnen. Ja, dat was natuurlijk fantastisch, want de helft van de bevolking was al uitgestorven. En het werd weer feest. En dat feest moet elk jaar weer gevierd worden. En dat is van vader op zoon constant doorgegaan. Waarschijnlijk word je geboren met een harde schijf waar dit al in zit. Dus je haalt dat gewoon terug. Wij kunnen 500 jaar terughalen. Dat is een Leidenaar.